In deze portrettenserie Spoonk ga ik op zoek naar Spoonk in de Overijsselse kunst en cultuur. Het woord Spoonk is ooit bedacht door Pippi Langkous. Zij weet zeker dat het woord bestaat en zoekt naar de betekenis. En dat doen wij ook in deze serie. Spoonk met de C van cultuur. Ja, wat een goede ruimte is dit, hè? Ja. Hi. Ben je er blij mee? Ik ben blij ermee dat andere mensen het ook heel leuk vinden. En het geeft wel een bepaalde rust, zeg maar. Dit is ook Parijs. Dat is bij La Galleria. Of hoe heet het ook weer? Het Museum van Mode. En daar mochten we een dag fotograferen. Dus ik vind het altijd heel leuk om standbeelden aan te raken en juist erop te gaan zitten. Dat moet je wel regelen, want het mag, Nee, mag ook helemaal niet. Ik heb een keer bij Versailles echt met een model op zo'n hele grote draak gewoon laten zitten. Toen kwam de beveiliging, ik zag hun gezicht, dat was grote paniek. Maar uiteindelijk heb ik het wel kunnen gebruiken. Jasper Abels uit Tubbergen is fotograaf en beeldend kunstenaar die al op zijn 23e door de straten van Parijs zwierf. Fotograferend voor grote bladen en internationale opdrachtgevers als Vogue, Harper's Bazaar en andere grote fashion magazines. Hij maakte in zijn carrière vele iconische beelden voor Dior, Schiaparelli, Chanel, Miu Miu en Rituals. Jasper Abels heeft een ongewoon, elegant en uniek oog voor kleur, natuur en fabelachtige taferelen. Recent is het werk dat Jasper laat zien veranderd. Zijn beelden zijn verdiept en persoonlijk. Met de foto's en collages die nu in het museum No Hero in Delden te zien zijn, verwoordt Jasper voor het eerst een deel van zichzelf en zijn levensgebeurtenissen in zijn werk. Je bent begonnen als fotograaf toen je een kind was. Ja, of een jonge jongen moet ik zeggen. Jonge. Ja, ik was altijd wel bezig vooral met creatief zijn. Dus al echt wel met knippen bezig. Maar ook wel echt. Ik heb ook littekens van vroeger dat ik met de schaar per ongeluk in mijn been knipte, bijvoorbeeld, of in mijn vinger. Omdat ik in de auto dan op vakantie gewoon aan het knippen en plakken was. Maar het is jouw fotografie ook gaan tekenen. Want als je kijkt naar. De grote prints die je maakt, die ook hier beneden hangen. Want dit is jouw werkplek. Ja. En beneden is jouw galerie eigenlijk. Ja. Dan zie je ook dat elk werk van jou heeft iets collageachtigs in zich. Ja, heeft een toevoeging. Het is ook wel zo dat ik nu gewoon niet meer zo fijn naar alleen een foto kan kijken. Dat ik altijd wel voel van er moet wat bij of wat achter. Ja, ook hele mooie. Ga je eens bladeren? Ja, nee, of... Nee, kom. Samen. Michel volgt ons wel. Oké. Okay. Oh, ik zie een vlinder op de grond. Ja, ze zijn overal. Mag ik het wel aanraken? Je mag het zeker, ja, het zeker weten, want ik knip er ook in. Kijk, maar dit dan ook, hè? Dit vind ik... Klopt. Dit is eigenlijk de Instagram van 100 jaar geleden. Ja, maar dit... Deze plaatjes staan dan ook zeg maar in zo'n familie in je geheugen gegrift, omdat dit het enige is wat je hebt. En nu heb ik 30.000 foto's in mijn telefoon. Heel dierbaar. En ik ben ook altijd benieuwd, hè, dat boek ligt dan hier, maar van wie was dat en wie zijn die mensen? Ja. Maar ik vind het juist heel leuk om daar dus hele grappige dingen mee te doen. Dus bijvoorbeeld in te kleuren of gekke oren geven. Ja, dus je haalt dan wel dit eruit of fotografeer je het opnieuw? Nee, want ik scan het en ik vaak zo, als het echt voor een belangrijk ding is, een museum, dan gebruik ik het origineel. Dan gaat het ook gewoon echt... Maar deze geur, vond ik... Het is geweldig gewoon. En ik heb zelf ook in No Hero een boekje liggen waar al die foto's van mijzelf in zitten. Dus dan heb ik wel echt in die stijl van het boek mijn werk verzameld.
Maar ook als ik zelf ooit een boek zou willen maken, dan zou ik het te gek vinden om het echt in deze stijl te doen. Deze is heel bijzonder trouwens. Die heb ik op de Weerstoosmarkt gevonden. En dit is wel toevallig, want ik woon in Parijs en ik was echt fan van een museum, Chantilly. Dat is een plaatje buiten Parijs, een heel mooi kasteel. Ja, prachtig kasteel. En daar zou ik een samenwerking mee gaan doen voordat de pandemie kwam. Dat ging niet door. Ik was op de Weerstoosmarkt en ik zag dit boek liggen. En dit is eigenlijk, deze komt uit 1908. En dit zijn alle schilderijen van het museum. Oh. Eigenlijk hoor je je handschoentjes maar aan te doen. Maar dit zijn alle ansichtkaarten. Nou, en het is natuurlijk geweldig om deze bijvoorbeeld in te kleuren en die weer te vergroten. Maar dit soort dingen, ja, die... En dit zijn de ansichtkaartjes van het museum van de afgelopen eeuw? Ja. Ja, incompleet. Ja, dus dat is wel gewoon... Dat kom ik dan tegen. Dat voel ik direct van, oh, daar moet ik iets mee doen. Dus dit, over een paar jaar, heb ik daar wat mee gedaan. Op. Ik kwam er op een gegeven moment achter bij mijn eerste tentoonstelling in Amsterdam, dat ik al mijn werk heel mooi had uitgelegd in een schuur. En ik kwam daar de volgende dag binnen en toen zag ik allemaal hele kleine vliegenpoepjes. Dat wist ik dus niet dat dat bestond, maar vliegen, als die op papier gaan, dan laten ze wat achter. Dus ik kwam in shock eigenlijk die zaal binnen en ik had 2 dagen later die tentoonstelling. Dus ik was in paniek van shit, hoe ga ik dat nou oplossen? Nou, en eigenlijk, ik was al een beetje bezig met vlinders, dat is ook een symbool wat heel veel terugkomt. Dus ik heb gewoon geprobeerd om die plekken te verhullen, ja, met vlinders en bloemen. En op een gegeven moment is dat gewoon echt uit de hand gelopen. Ik voel me een beetje een prinses zo. Nou, dat ben je ook. Dit dus. Ja, hoe kom je erop? Hoe kom je eraf? Nee, ik woonde in Parijs en dit was een restaurant dicht bij mij in de buurt. Ik ben echt al jaren heel erg fan van Art Nouveau. Ik zat daar zelf eigenlijk altijd te eten en op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat ook het tafeltje was van Edith Piaf, nummer tafeltje 32. Ik was ook 32. En ik voelde gewoon van, daar wil ik iets doen. Die kleding kreeg ik binnen, dat is van Schiaparelli, dat is een Frans modehuis. Dat is echt heel exclusief en ik zag die kleuren en moest direct denken, hé, dat lijkt op dat schilderij wat daar hangt. Wanneer weet jij dan dat je het goede beeld te pakken hebt? Voel ik altijd meestal wel. Het is vaak de eerste foto en de laatste foto ook, gek genoeg. Oh, dat snap ik. Ja. En zodra ik echt in mijn eigen bubbel ben, dan kan ik heel snel tot resultaat komen. Als er heel veel mensen om me heen staan met allemaal meningen, dan kun je echt de hele dag bezig gaan en zit uiteindelijk niks tussen. Ja, dat komt omdat je... dat is dat creatieve moment, dat is eigenlijk alleen van jou. En, ja. en als er heel veel afleiding is, die prikkels, die laten jou niet even in dat moment zakken. Nee. Nee, en dat probeer ik nu wel gewoon steeds vaker ook aan te geven als ik op set sta. En we hebben wel, dat is wel een gelukje geweest door wat er nu gebeurd is, dat de teams ook kleiner zijn geworden. Dat mensen ook is met dat fijn, ja? Voor mij wel. Kijk, ik heb wel eens campagnes gehad dat er 100 mensen gewoon in je nek staan te hijgen. En op het moment staan te wachten van, nou, nu gaat Jasper dan magie maken. Dit is ook wel echt jouw handschrift. Hoe belangrijk is dat? Ja, details zijn echt voor mij wel mijn kenmerk. Ik kan een week lang op een beeld zitten. En hoe groter je het gaat printen, hoe mooiere dingen je tegenkomt. En op het moment dat jij dit fotografeert, zie je dan hier elementen waarvan je denkt, oh, dat moet net anders. Of die roos, die moet meer met zijn oog naar de camera. Ja. Ik heb dingen gemaakt waarvan ik echt dan, als je voor en naast ziet, dat is een wereld van verschil. Jij bent eigenlijk de master of detail. Ja, detail is echt, verlies ik mij in, maar gaat ook denk ik op den duur straks, als mijn werk wat misschien meer aandacht krijgt, dat het ook groter zichtbaar is, gaan mensen echt denken, hoe heeft hij dat gedaan? Maar het is wel grappig, hè? Want jij, in mijn opinie, ben jij dus een hele bekende fotograaf en kunstenaar. Welk deel van het werk, is dat dit deel van het werk dat nog meer onder de aandacht komt? Ja, ik heb zelf helemaal niet het gevoel dat ik een bekende ook omdat ik meer in mijn eigen bubbel zit. Ik woon in de natuur, op een boerderij. Ik heb een kleine vriendengroep. Ik hou het allemaal vrij klein. En ik ben niet meer een type wat echt heel erg probeert te showen. Ik heb het zelf nog niet echt door dat mijn werk zichtbaar is.
ik vind gewoon kunstenaars als Dalí of Jeroen Bos of Van Gogh, dat werk is echt super interessant, omdat zij dat volgens mij ook hadden. Zij waren vooral bezig met het werk maken en de details vooral voor zichzelf maken. Ja. Dus kleine grapjes in schilderijen maken die later pas weer echt ontdekt werden. Dus dat zie ik bij mij wel gebeuren, dat daar wel een extra dimensie straks nog in komt. Oké, ik wil nog één ding. En dan gaan we nog even naar No Hero, ja, hè? Ja, ook nog. Ja. Dit. Dit. Dit beeld, deze jongen. Ja. Dit heb je in je eigen achtertuin gemaakt. Ja, gefotografeerd. Ja. Ja, en gevlochten ook in mijn achtertuin. Oh, zelfs dat? Zelfs dat. Maakt het jou iets uit? Want jij zet zowel vrouwen als mannen prachtig neer. Heb je een voorkeur? Nee, ik probeer echt... daar ligt mijn kracht denk ik ook wel in het dat seksualiteit en aantrekkingskracht geen onderdeel zijn in mijn fotografie. Daar misschien wat meer bij de jongen, maar dat eigenlijk, het gaat altijd meer over wat ze dragen, wat hun vormen zijn van de gezichten, hoe het haar zit, in plaats van wat een knappe vrouw of wat een lekker ding. Het gaat je om de vorm, het gaat je om de vorm. Lijnen, van, ja. Lijnen van lijven, gezichten. Ja, en toch weer teruggaand op de oude schilderkunst en religie en sprookjes ook, dat daarin ja, ook wel heel erg die genderneutraalheid erin zit. Dat je bij engelen die je ziet... Weet je niet, hè? Nee, dat weet je niet, maar het is ook niet zo dat je denkt van, god, wat een lekker ding die engel. en dat is ook wel een beetje wat in mijn werk is. Beslis jij over make-up en haar houding? Ja, meestal met modellen is het... Je begint eigenlijk in het vak dat je heel erg moet luisteren naar wat klanten willen, wat anderen willen. En dan hoor je allerlei meningen. Dus dan wordt het een rommel. Dat heb ik ervaren. En hoe meer ik mijn invloed er toch op kan hebben om te denken van, nou, ik wil een rode jurk. Laten we voor rood gaan, want dit is goed. Dan ontstaat er ook vaak iets wat nog beter is. Maar het is heel vervelend en dat gebeurt soms ook. Dat een model krijgt haar make-up en het ziet er niet uit. Maar er is wel 3 uur lang aan gewerkt. Om dan toch te durven zeggen van, doe het maar over. Daarin probeer ik wel gewoon zoveel mensen in door te drijven. Wat een wilde aan beeldmateriaal. Ja, hè? Ja, de collagefabriek. Ik word hier heel gelukkig van. Jij dan? Ik denk iedereen wel een beetje. Toch? Lekker zinloos dingen maken. Is het zinloos? Nee, maar het is wel therapeutisch, laat ik het zo zeggen. Ik probeer wel dat het eindresultaat niet altijd geweldig hoeft te zijn. Dus dat je het ook dingen maakt gewoon omdat je het maakt en niet per se om altijd maar bezig te zijn met, hè, kan het in een lijstje of kan het in een blad. Uiteindelijk wordt het ook iets wat je mooi vindt en dan kan het toch in een lijstje? Ja, zou je zeggen, maar er ligt hier heel veel materiaal wat ik eigenlijk gewoon, hè, wat mensen wel zeggen van, goh, dat vind ik best mooi, is dat te koop? Of kan... Maar dan vind ik het zelf gewoon niet goed genoeg. Of ik doe er nog, hè, dan begin ik wel met papier en dan, hè, dan ga ik het digitaal maken. Dus dan ga ik het inscannen of fotograferen en dan ontstaat vaak de magie. Dan kan ik veel beter zien ook of ik het goed vind en of ik het kan kroppen en kan omkleuren. En dan leg ik het even weg en dan na een tijdje denk ik van, nou, het was toch eigenlijk wel goed. En hoe is het nu? Want je zit nu ook eigenlijk in een extreem drukke periode. Hè? Ja. Wat moet er opgeleverd worden? Een beauty brand komt met hele mooie producten, veel magazines, boeken, een film. Ja, dus er loopt echt ontzettend veel en ik heb eigenlijk al een tijdje geen echte mode meer gedaan. Maar toch denk ik van ja, ik moet het misschien wel doen omdat het dan, het geeft me dat plezier heel erg. Maar kan je ook zeggen wie dan? Of weet je, dan Chanel, kan ik... Dior, Gucci. Ja, nee. maar als dat jouw opdrachtgevers zijn, vind ik leuk om te horen. Als een Chanel, als dat bij mij binnenkomt, dat staat op hetzelfde level als dat iemand anders, een plaatselijk bedrijf, hier ook bij mij komt. Zoals? Coulisse is een Twents bedrijf. En dan mag ik geweldige dingen doen met hun stoffen, daar dingen van maken. Ik vind het ook heel leuk om een product te pakken wat eigenlijk dus niet modisch is en niks met beauty te maken heeft, maar dat dan om te zetten. Dus ik heb echt heel veel mooie opdrachten staan, maar je kan mijzelf niet in tieners splitsen. Anders had ik dat al lang gedaan. Fotografie, collages, kunst zijn ook dingen om aan de volgende generaties emoties door te geven. Eigenlijk een van de weinige manieren om een gevoel door te geven aan een nieuwe generatie. En zo voel ik soms ook van, hè, hoe te gek zou het zijn als ik over 100 jaar
dat een jongetje in de bibliotheek staat en mijn boek eruit pakt en daarin geïnspireerd raakt. Dus ik geloof ook wel echt in de houdbaarheid van kunst en dingen steeds meer gaan archiveren. In plaats van dus alles op Instagram te gooien, dat ik het juist heel erg in mijn eigen kluis gooi. En hopelijk als ik straks 70 ben of 80, dat er een tentoonstelling is waar je gewoon ziet wat ik allemaal gedaan heb. Kun je dat goed kiezen? Nee. Moeilijk is dat, hè? Ja, maar dat is misschien ook wel met collage dingen. Dat je een beeld ziet, dat je ook echt langer daarnaar kan kijken. En dat je toch echt wel vaak kleine grapjes ontdekt. En ja, daar ben ik wel meeste in om echt... Over 100 jaar gaan mensen dingen van mij zien, hopelijk. Dat ze echt denken, wauw, er staat gewoon een heel gedicht onderin een collage. Of er staat een spiegelschrift, staan dingetjes in. En zoals je ziet, ja, knippen we gewoon heel veel. En dat sorteer ik op kleur. Dus dit is allemaal blauw. Dus dan krijg je het al, als je het in kleur een beetje bij elkaar houdt, dan gaat het al vaak wat cleaner worden. Dus leuk wat mensen bij elkaar. Maar het is niet zo dat ik alles goed vind, hè? Dat ik, Nee, dat begrijp ik. Dus het is ook gewoon echt gewoon proeven. Ja. Je bent een fotograaf. Je bent als jonge jongen, en dat is echt al wel lang geleden, had jij al grote internationale opdrachten? Ja, nou ja, ik denk ook dat... Nou ja, het klinkt al, hoe verder je komt, hoe meer mensen terugkijken op wat je gedaan hebt. Voor mijzelf heb ik dat helemaal niet zo ervaren. Maar ik heb ook eigenlijk heel normaal gevonden dat ik bijvoorbeeld op het vliegtuig naar Londen mocht voor een blad. En dat ik opeens met de trein naar Parijs stond met een heel team. Maar op dat moment zijn vooral de zenuwen en spanning, al die emoties die je dan voelt. Maar niet dat je echt nadenkt van... Wauw, wat ben ik dankbaar dat ik dit mag doen en wat gaaf dat mensen... Je denkt alleen, ik moet het gewoon goed doen. Ik moet presteren, moet goed, mijn camera moet werken, ik moet dingen goed opslaan, de klant moet blij zijn. En dat is eigenlijk nu veel meer weggeëpt, dat ik eigenlijk voel van, ik ben nu wat meer terug aan het blikken. En ik ben natuurlijk jong, of ik ben niet meer heel jong. Ik ben hartstikke jong, je bent piep. Ja, maar dat ik nu dus echt wel wat steeds meer dankbaarheid ook heb van wat ik heb mogen doen. En dat ik echt hele bijzondere dingen heb meegemaakt. Van op plekken fotograferen waar gewoon geen mensen mogen komen. Of met celebrities mogen werken waar echt mensen fan van zijn. Waar ik dan gewoon uiteindelijk mee mag knippen en plakken. Ja. Maar ja, het is ook in die zin werk. Werk waar je veel liefde voor hebt. Maar het moet wel gebeuren, Jasper. Ja. Het is niet zo dat je... Nee, het is wel, ik ben wel echt een workaholic geweest. Ben ik mee echt aan het werk om dat minder te maken. Om ook meer uit handen te geven. Ik heb geweldige mensen om me heen ook, binnen mijn team, die eigenlijk nu mijn signature ook over kunnen nemen. Dus dat betekent dat ik niet alles meer zelf hoef te doen. En dan kan het zijn dat ik een basis maak en dat iemand anders het verder oppakt en dat ik daar weer naar kijk. En zo toch tot een product komt wat echt vanuit mijn hoofd komt, maar niet meer per se. Want het is eigenlijk niet meer mogelijk om gewoon elk plaatje te gaan knippen. Op een gegeven moment ging ik het organiseren, elk plaatje per kleur in bakjes. Dat moet jij niet meer doen. Nee. Daar is je tijd te kostbaar voor. Ja. Je woonde in Amsterdam en op allerlei plekken. Je hebt veel gezworven. Waarom kies je ervoor om gewoon weer lekker in Twente te wonen? Het stadsleven zoals Parijs of Amsterdam is echt geweldig. Ja. Alleen dat valt voor mij eigenlijk niet meer te combineren met het werk wat ik doe. Omdat ik gewoon heel erg snel afgeleid ben. En als ik in projecten zit, dan probeer ik me echt daarop te focussen. En dan voor mij die momenten dat ik tussen het werk door eigenlijk even naar buiten kan. En gewoon in de natuur zijn. En eigenlijk alleen maar een weiland te hebben. Geeft voor mij heel veel rust, waardoor ik eigenlijk veel meer in mijn bubbel kan blijven. Ik denk dat dat het echt een luxe is om die vrijheid te hebben hier. Ik ben ook achtergekomen dat je niet zo heel veel mensen nodig hebt echt om je heen. Ik vind het geweldig om heel veel mensen om me heen te hebben, feestjes en in de belangstelling staan. Maar dat ik eigenlijk zelf gewoon heel erg van privé, klein en intiem hou. Dus de relatie met mijn ouders is echt geweldig, die zie ik heel veel. Ja, want die wonen ook vlakbij, hè? Ja, die wonen dichtbij, richting Deventer. Dus, ja.
En nu exposeer je dus hier in Museum No Hero in Delden. Ja. Dat is jouw eerste echte museumexpositie, of niet? Ja, en hoe is dat? Gaaf en vooral was het heel spannend. Het is eigenlijk allemaal wel vrij werk. Daarin zie je veel familiefoto's en bepaalde herkenbare dingen uit Twente. Dus de knipmuts, weilanden, hier en daar een koe, maar ook vooral echt mijn overgrootouders. Dat heb ik eigenlijk ook meer gedaan om zeg maar de zwaardere stap, de tweede zaal, in te gaan. Dat je daar toch met een bepaalde luchtigheid naar binnen komt. Omdat het een heel zwaar onderwerp is en dat ook een heel persoonlijk onderwerp is. Dus ik heb daar beelden echt uitgekozen om ook voor het eerst mijzelf echt bloot te geven. Als je deze ruimte binnenloopt, voel je, zonder dat je jou misschien kent, dat dit je eigen verhaal is. Zoals je ziet zijn het mooie beelden, maar zie je ook dat er wat aan de hand is. Mijn broer die heeft op vrij jonge leeftijd zelf de keuze gemaakt om uit het leven te stappen. Hoe oud was hij? Hij was 23. En jij? Ik was 18, 16, 17. Maar een aantal jaar daarna heeft mijn zus ook de keuze gemaakt om dit leven achter zich te laten. Dus, als je dus dat... voordat jij 20 was, was jij je broer en je zus verloren? Nou, mijn broer wel, mijn zus was later. Daardoor ga je het leven ook anders bekijken. En heb ik eigenlijk ook proberen, wilde ik daar ook iets mee doen. Dit was eigenlijk een hele mooie aangelegenheid om die kant nu te laten zien. Ook omdat deze ruimtes vrij intiem zijn. En je hier eigenlijk met een klein gezelschap binnenkomt lopen. En alles op je in kan laten werken. En dan toch uiteindelijk die conclusie zelf kan maken van dat mijn verhaal is. Maar je hebt dus jaren geprobeerd om het vorm te geven. Ja. Ja, en ik heb ook ik heb het geprobeerd op te schrijven. Ik heb het geprobeerd. Ik zit ook nog vaak te denken, dit is ook een filmisch verhaal. Kijk, hoe zou dit echt in film eruit zien? Why did you come here? Because I tried to commit suicide. Yes, I knew that, of course. But what I don't know is why you tried to do this. Could you tell us how you did it? Dus er zijn eigenlijk allerlei mogelijkheden om het kwijt te kunnen. En sommige mensen doen dat door middel van gedichten. Ik doe dat door middel van fotografie. Ja, en dan gaat het ook over de hele reeks aan gevoelens die erbij komen. Ja. Kijken, welke invloed heb je gehad, of vraag je jezelf of je invloed had kunnen hebben, dat soort dingen. Ja, dat gaat met heel veel emoties gepaard en dat zijn echt verschillende verhalen. Dus allereerst schuldgevoel is een emotie die je meeneemt. Maar ook woede, maar ook verdriet. Al die emoties die staan eigenlijk tegenover het droombeeld wat mijn werk eigenlijk wil maken. Vrolijkheid en verkoop en glamour en succes. En dat is een heel groot deel van de mode-industrie en de reclame-industrie. En juist om dat nu om te keren, dus wel echt een prachtig plaatje te laten zien, maar waar je echt twee keer moet kijken van ja, is dat eigenlijk wel zo prachtig? En als je dan nu mijn verhaal weet, dan kan je ook elk beeld anders interpreteren. Je ziet het ineens heel anders. Ja, je ziet verdrietige mensen. Je ziet, ik heb de zaal ook opgehangen, man-vrouw. Dus je ziet ook, eigenlijk in elk beeld kan je mijn broer of mijn zus herkennen op de manier dat ik naar ze kijk. Eigenlijk wil je dat mensen naar je werk kijken en gewoon heel vrolijk en wauw en wat gaaf. En nu zijn het vooral mensen die met tranen de zaal uitlopen of mensen die echt geraakt zijn of het zelfs soms een beetje eng vinden. Nu maakt Publieke Omroep een documentaire over jou. Dat is een documentaire die gaat over jouw leven, over jouw werk, ook over jouw verhaal. Ja. Hoe is dat als dat straks in oktober op televisie te zien is? Of wat verwacht je daarvan? Ik bevind mij in een werkgebied wat voor veel mensen eigenlijk alleen maar pracht en praal is. Dus het gaat over schoonheid, het gaat over culturen, het gaat over glamour, likes. Maar die andere kant, het verdriet en dingen die ook achter de schermen spelen, die kan je niet laten zien snel. Tenminste niet door social media,
Alleen op een gegeven moment liet ik het los. Dacht ik van, nou, ik heb het nu wel geprobeerd om te vertellen en het lukt me niet. Dus ik geef het een beetje, laat het maar. Ja, dat heb ik wel echt gedacht. En toen kwam eigenlijk een samenhang ook weer van omstandigheden. Dat dus en ik hier in een museum wat kan laten zien. Maar ook dat we nu, hè, door die pandemie, dat er heel veel mensen toch wel depressief zijn geworden. Ja. En heel erg jongeren echt met psychische problemen lopen. Ja. Waar ik mij misschien de afgelopen 10 jaar echt op gefocust heb. Om daar zoveel mogelijk van te weten en te onderzoeken. Dus ja, dat valt dus net allemaal nu op de goede plek. Dat ik straks hoop dat dit op tv komt. Dat er ook echt jonge meiden op de bank zitten die denken ik wil topmodel worden. Maar die dan ook die andere kant zien. Dat dit misschien kan inspireren dat het onderwerp, hè, dat je zelf kan zeggen ik voel me vandaag gewoon niet zo lekker, want ik heb gewoon bepaalde depressieve klachten. Ik slaap niet of ik ben verdrietig, maar ik weet niet waarom. Ja. Zodra je dat bespreekbaar kan maken, dan krijg je ook echt opening. Echt in je ziel gaat er echt iets open. Je gaat het een plek geven. Ja. En daar heb ik zelf heel erg mee geworsteld, hè, van altijd maar leuk doen, altijd maar vrolijk doen en altijd maar het beste, de glamour willen. Terwijl dat eigenlijk gewoon, dat het gewoon heel belangrijk is dat je ook die donkere kant kan laten zien. En dat is dus hetgene wat ik hier dus wat meer doe. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Nou komt die documentaire uit. Je bent heel mooi op weg met je eigen werk. Je hebt ontzettend veel stappen gezet. Je voelt je daar heel senang in. Ja. Als je nou 2 jaar verder kijkt, hoe ziet de wereld er dan uit voor jou? 2 jaar verder, dan hoop ik wel dat mijn team nog iets gegroeid is. Dus dat ik nog meer leuke mensen om me heen verzamel heb die dezelfde passies hebben en die willen onder één merk of naam werken. Maar die ik eigenlijk ook van waar ik ook ben op de wereld kan aansturen. Dus dat ik hier wel echt mijn basis blijf houden met mijn familie, vrienden en werk. Maar dat ik zelf waarschijnlijk echt wel in de tropische gebieden zit. Of in de jungle. Of dat ik een keer de documentaire kant op ga van fotografie. Waarbij ik misschien mooie projecten kan doen in landen waar het misschien wel nodig is om ook een stem te hebben. Dus daar geloof ik heel erg in. Ik geloof ook in dat we een periode zitten waar het echt belangrijk is om iets goeds te doen voor de wereld. Op welke manier dat dan ook is. Dus natuur en gaat met beeld kan je dat ook vertellen? Ja, je kan sommige modehuizen en modellen hebben meer volgers dan bepaalde presidenten. Dus wat gebeurt als je daarin een message gaat geven? Dat je met een couturejurk de natuur probeert te redden. Dat soort dingen vind ik heel interessant om hierna zeg maar op te pakken verder. Dus ja. Dit is mijn eerbetoon aan hun. Dit zijn honderden vlinders die door mijn vader zijn uitgeknipt. Die heeft daar echt volledig zijn. En ik heb er nog veel meer. Ik heb echt dozen vol. Maar daar voel je wel echt die liefde in. En zij weten ook dat ik dit verhaal wilde vertellen. En zij staan daar ook achter. Het is echt een... Ja, het is moeilijk om er een woord voor te vinden. Maar het is ook echt een ode. Het is ook echt een monument. Ja, ja. Ja, het is voor mij gewoon een afsluiting, denk ik. En natuurlijk is iets nooit klaar en zijn er nog heel veel manieren om dit verhaal te vertellen. Maar kan ik dit nu op een luchtige manier bij mensen toebrengen? Ook zonder dat het te zwaar wordt, want je moet ook weggaan met een lach. Creatie en dingen maken is gewoon echt een therapie. Zonder dat ik had kunnen creëren, had ik er al lang geen zin meer in gehad. Dus daarom ook, je hebt donkere wolken nodig om echt regenboog te maken. En omdat ik echt zware wolken heb gehad, ben ik in love met de regenboog, vlinders, bloemen, alles wat ook daarvoor staat. Ja.